ik weet niet hoe we al bij 6 beland zijn. Helemaal niet goed wordt. Tijd om te werken. Dat gaan we morgen doen. Je kunt er niks aan doen. Het is wat het is. Of ik heel oud ben, maar... Als Boren buiten is... Oh, hij ligt hier ook nog. Uw beer. Met deze meenemen. Ja. Welkom bij Vlogmas dag 6. Ik weet niet hoe we al bij 6 beland zijn, maar we zijn er. De wereld is wit, tenminste. Ik weet dat bij sommigen al sneeuw was gevallen en ik zag al plaatjes voorbij komen van omgevingen waar het al lang en breed heel wit is geweest. Maar vanochtend was het hier ook zover. Ik vind als het helemaal die tijd van het jaar is, dan mag het van mij ook wel... sneeuwen en vriezen. Ik vind dat... ik hou niet echt van de kou. Dat weten jullie inmiddels. Maar ik heb liever dit dan regen en dat soort dingen. Ik heb net de jongens weggebracht. Dat was nog een heel ding. Want Elias had echt even een mentale breakdown op school. Dus dat was niet heel leuk. Dus ik kon Ismael niet heel veel aandacht geven. Wat ik eigenlijk normaal wel doe. En dat vind ik echt best wel jammer. Want... ik ben toch weer de hele dag weg. Vandaag heb ik een werkdag. En ik weet niet. Dan ga ik altijd even uitgebreid de tijd nemen om gedachten te zeggen. Nou, dat ging nou niet. En dat vond ik echt lastig, merkte ik. En Ismael ook. Maar ja, als je dan enerzijds een kind hebt die je aandacht nodig heeft. Omdat hij, omdat hij naar school gaat. En anderzijds je kind hebt die... buiten staat te gillen, helemaal niet goed wordt. Ja, dat is dan soms even lastig. Maar goed, het is uiteindelijk gelukt. En nu op weg naar werk. Ik moet wel zeggen, ik heb zaterdag gewerkt. Ik heb natuurlijk tussendoor best wel wat geëdit. En vandaag weer gewerkt. Gisteren was een leuke, maar toch een drukke dag. Dus ik heb wel het idee dat ik denk, oh, ik kijk gewoon heel erg uit naar morgen, dat ik even niks hoef. En dan bedoel ik meer gewoon even geen verplichtingen. Ik moet natuurlijk Ismael naar school brengen, maar verder hoef ik niet te werken. Elias hoeft nergens naartoe. Dus dan is het eventjes een beetje bijkomen. En dan kan ik gewoon lekker weer in huis even rommelen. Daar kijk ik gewoon heel erg naar uit. Even lekker mijn eigen ding weer doen. In huis, lekker alles weer een beetje bijwerken. En daar kijk ik wel naar uit, moet ik zeggen. Eerst vandaag nog even een werkdag met Nina. En dat is altijd feest. Maandag vind ik altijd een leuke dag om te werken. Daar heb ik op zich daar heb ik wel zin in. En ik denk ook, ik verwacht dat het weer best wel druk gaat worden, omdat het natuurlijk morgen pakjesavond is. We gaan het meemaken. Ik weet ook niet hoeveel ik dus vandaag ga vloggen, want ik ben gewoon aan het werk. Er gaat inmiddels geen dag voorbij dat ik niet vlog, aangezien ik aan vlogmas doe. Wat ik heel leuk vind. Ik spreek jullie later weer en dan gaan we zien wat er
er was een keer plek vooraan, waar ik altijd sta. En de auto is nu zo lekker warm dat ik eigenlijk er niet uit wil. Maar ik ga. Let's go. Tijd om te werken. Weer. Het was best wel druk. Ja, het was ook heel gezellig. Jullie zien echt alleen mijn ogen zowat. Maar ik ben weer op weg naar huis. Ik heb zin in morgen, want morgen, wat ik al zei... Oh, ik heb nog steeds de radio aanstaan. Oh, wacht, mijn moeder belt. Hallo Izzy. Hoe is het, Izzy? Ik ga zo lekker douchen. Izzy... Izzy heeft ons ook altijd gemist als we de hele dag zijn weg geweest, hè? Al gaat ze nu ook niet graag naar buiten, omdat het super koud is. Nu is het echt even een frisse neus halen, ook voor Izzy. Maar daarna komt ze gauw weer naar binnen. Terwijl in de zomer is ze het liefste de hele dag buiten. En soms zelfs de nacht. Maar ze is altijd weer blij als we thuis zijn. Hè, Izzy? Izzy, wil je wat zeggen? Vooral kopjes geven. Ja. Ze geven jullie ook een kopje. Ik moet even gauw wat printen. Dan ga ik de bad vullen voor de jongens. En ik ga zelf ook even lekker douchen. Want dat doet me altijd goed na zo'n dag. Ik had het ook koud vandaag. Ik had dus een heel leuk jasje / colbertje gezien. Gekregen van mijn werkgever. Ze heeft een beetje dezelfde maat, dus soms geeft zij wat dingen door, zeg maar. Zij had deze gekregen van een vriendin, maar die paste ze niet. En ik pas hem wel, maar ik had hem vanochtend aan. Ik zal hem morgen even laten zien trouwens. Het is nou toch te donker. Hij stond superleuk en ik dacht echt, dit wil ik aan, maar het was gewoon veel te koud. Dus ik had deze aangetrokken en dan een shirt met lange mouwen eronder. En de hele dag mijn sjaal om. En nog had ik het heel koud. Ik ben zo koukleum. Dus voortaan maar weer een dikke trui aan of zo. Maar morgen staat eigenlijk op de planning om mijn kledingkast te gaan opruimen. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik hoop dat het gaat lukken. Dat ik in ieder geval... Ik kan in ieder geval een begin maken. En ik hoop dat ik het ook af kan maken. Maar dat gaan we zien. Maar ik heb er wel zin in. Dus. Hé, Izzy? Dat gaan we morgen doen. Apola, ja. Oké, okay, even helpen Elias met je trui en je broek, ja? Zullen we dat even in de was, want dat doe ik zo wel. Ik ga trui even aan. Wil je mijn sokken ook uitdoen? Ja, wil je dat niet zelf doen? Nee. Jij wil dat altijd zelf. Nee, want ik ben verkouden. Ja, jij bent verkouden, hè? Dan gaan we jou eens even helpen, hè? Oh, lekker in een warm badje. Ja. Ja. Dan gaat het verkouden weg. Fijn, hè? Nee. Elias en Ismael zijn dus super verkouden. Nou, ik had dat een paar weken geleden. En nou ja, even lekker in een warm badje. Even losstomen. Ja. En dan hopelijk wel een beetje goede nacht. Ik ben daar ook wel toe. Oh. Maar ja, je kunt er niks aan doen. Het is wat het is. Volgens mij is de halve wereld verkouden. Waar gaan we stomen? Willen... Hè? Mam, waar gaan we stomen? In bad? Bad. In bad ga je... Oh, kijk. Oh, ik zie ineens notenbel op de neus. Ja? Nou, dan doe ik die nog even. Oh! Elias! Die zit over je hele gezicht heen. Jeetje, Mina. Kom eens. Zo. Nou, ga er maar in. Mama, ga je zo... De boot spelen. Deze boot heb ik ook meegespeeld toen ik klein was. Dus die is al heel oud. Ja, heel oud. Zeg ik ook alsof ik heel oud ben. Maar kijk, er zitten allemaal diertjes in. Dus het is heel leuk natuurlijk om mee te spelen. Dus die gaat erin. En dan ga ik even douchen. Ja, ik ben nog steeds heel blij met deze oorbellen. Echt heel leuk. Dus mocht je
Mocht je willen weten waar ze vandaan komen, kijk dan even deze video. Daarin laat ik ze zien in een extra shop nog. Dus kun je even gaan kijken. Mocht je het nog niet hebben gezien. Deze al. Even kijken hoe dat zit. Hoppakee. Make-up eraf halen en lekker douchen. Oh, ik hoef niet mijn haar te wassen, want dat heb ik dus gisteren gedaan. Dus ik ga het even opsteken, dit in ieder geval. Lekker even onder de douche. Met mijn favoriet natuurlijk. We gaan lezen in een nieuw boekje. Borra en de loopneus. Oké. Nou, we zijn al begonnen, hè, jongens. Dus we gaan verder. Oh, Borra, zegt mama een beetje boos. Als Borra buiten is, Borra is een nieuwe feestneus. Mag ik kijken? Maxje. Masker. En dan gaan we nu het lampje uitdoen. Dan gaan we lekker slapen. Hè? Slaap lekker, jongens.